Ik kom hier bij de prachtig vernieuwde kano-stuw. En ik zeg het maar, hè, van België naar Niels. Het klinkt als een soort kroegentocht, maar het is de populairste kano-route van Almelo, kunnen we met recht stellen. En juist vanwege die populariteit is het volgens mij ook gewoon een buitengewoon mooi moment om dat hier met elkaar te vieren. Vindt u dit een goede investering? We staan hier bij een hele mooie investering, waarbij je echt ziet dat er sprake is van, ja, zoals wij dat vaak noemen, synergie. Hè? Want het waterschap had er een belang bij om de stuw te automatiseren, hè, zodat ze op afstand de techniek zodanig kunnen regelen dat bij hoog water daar aanpassingen in die stuw kunnen plaatsvinden, dat het water gereguleerd wordt. En de gemeente wilde heel graag dat combineren met een aanpassing, zodat het voor kanoers makkelijker is om er doorheen te komen, als het ware. Ik weet niet of ik tot de verbeelding spreek met het beeld zoals het vroeger hier was. Namelijk een duiker waarbij je met touwen met je kano, als je hier aankwam varen, zeg maar vanaf de kant van het theaterhotel hier richting het Vogeleiland, dan moest je door deze duiker heen. Ik weet het nog goed, want ik heb het zelf ook een aantal keren gedaan. Moet je echt met touwen moest je door die kano, hè, met de kano moest je door die duiker heen trekken. Ja, en nu is het echt win-win. Dus de vraagstukken waar het waterschap voor staat, die zijn opgelost. En de ambities als het gaat om de kano-route, zeg maar, die Almelo graag zou willen realiseren, die zijn hier samengekomen. Dus het is een mooi stapje weer in het beeld van Almelo Waterstad. Mijn naam is Wim Steegman. Ik ben daar bestuurslid van het waterschap Vegstroom. En ik onder andere beheer en onderhoud van het watersysteem portefeuille. En in die zin ook nu verantwoordelijk voor de realisatie van dit project. Ik hoorde net van u dat deze stuw het waterhoogte regelt bij België. Klopt dat? Ja, deze stuw heeft als grote voordeel dat hij direct reageert op de aanvoer van de water vanuit de Lolé. We hebben zorg gedragen dat er hier naar Almelo toe voldoende water naartoe gaat, maar ook niet te veel. Vroeger moest dat handmatig worden bediend, de stuwen. En als er zoiets je 's nachts overkwam, was je ook soms te laat. Dus nu reageert hij direct, dus wij kunnen nu veel beter de juiste hoeveelheid water toevoegen garanderen. De stuw is veel breder geworden, alle obstakels zijn verwijderd, dus onder normale omstandigheden kunnen de kanovaders er zo doorheen. Alleen als het water te hoog is, ja, dan gaat de stuw omhoog, kunnen ze er niet meer door, maar dan is echt typisch voor Almelo, is er ook een stoplicht gerealiseerd en dan staat op dat moment het stoplicht wel rood in Almelo.